welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een make-up merk testen waarvan ik nog nooit een product heb gebruikt. En dat is Flower Beauty. Een jaar geleden kwam Flower Beauty hier bij ons bij de Kruidvat. Dit is het make-up merk van de Amerikaanse actrice Drew Barrymore. Ik denk dat een heleboel mensen haar wel kennen. Ze is best wel bekend. Al heb ik haar al een aantal jaren niet meer echt gezien. Maar ik weet nog van vroeger van Charlie's Angels. Daar had zij een van de hoofdrollen en daarvan ken ik haar. En zij is dus uitgekomen met haar eigen dierproefvrije make-up collectie. De collectie is al een jaar te koop bij de Kruidvat. En ik kom er nu pas mee aan. Ik weet niet waarom ik er zo lang over heb gedaan. Dus ik heb de collectie geshopt bij de Kruidvat. Ik heb gewoon zoveel mogelijk gehaald als kon. En we gaan gewoon vandaag met z'n allen bekijken hoe de collectie bevalt. Het zijn best wel goede prijzen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de kwaliteit. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkies. En ik heb mijn gezicht geprimed. En we gaan gewoon gelijk beginnen met de foundation. Dit is de Flower Beauty Light Illusion Luminous Nude Skin Feel All Day Wear Foundation. In de kleur Tawny M4. Er waren niet heel veel kleuren bij de Kruidvat. Dit was de op één na donkerste. Ik zie wel hier op hun website dat er nog een aantal andere kleuren zijn. Maar er zijn al met al niet echt heel veel kleuren. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ik heb dus M4 en die is voor een medium tot donkere huidskleur met een olijf ondertoon. En het is ook echt mijn perfecte match. Dit product heb ik al gebruikt. Dit is het enige vandaag wat ik al heb gebruikt. Want ik moet dit gewoon echt vaker gebruiken om echt een goede mening te hebben. Dus ik kan jullie al vertellen wat ik hiervan vind. En ik vind hem oprecht fijn. Hij heeft een medium natural dekking. Echt ideaal voor everyday gebruik. Hij heeft wel een glanzende finish. Het laat je gezicht echt zo heel mooi stralen. Maar ik denk dat als je een vettige huid hebt, je dat niet per se heel fijn gaat vinden. Dus ik raad hem aan voor mensen met een normale tot droge huid. Hij voelt lekker lichtgewicht op de huid. Het is niet alsof je helemaal zo'n plamuur hebt op je huid. En ik vind hem echt gewoon super fijn als een everyday foundation. Omdat mijn huid een beetje droog is, is hij best wel mat. Dus ik vind het altijd fijn als iets mijn gezicht een beetje laat stralen en glanzen. Kijk even hoe mooi dit mijn gezicht laat stralen. I love it. De kleur is ook heel mooi. Echt een hele mooie medium dekking. Ik vind het echt prachtig. Het lijkt gewoon alsof ik niks op heb. Maar toch is mijn huid helemaal zo mooi egaal stralend geworden. Het is niet super super glanzend. Het heeft gewoon een lichte glanzende naturel dekking. Maar het is niet heel extreem glanzend ofzo. Oké, dan ga ik in met de concealer. Dit is de Flower Beauty Light Illusion Full Coverage Concealer. In de kleur L34 Light. Oké, hij was er ook niet in heel veel kleuren. Maar ook weer hier zie ik online dat er meer kleuren zijn dan wordt verkocht bij de Kruidvat. Maar ook weer hier al met al niet heel veel kleuren. Ik vind wel dat ze echt iets mogen gaan doen aan hun kleuren. Ik heb dus L34 en er staat dat dat voor een lichte huid is met een gele ondertoon. Ik heb een licht tot medium huid en een gele ondertoon heb ik ook. Ik heb een beetje geel olijvige ondertoon. Maar ik hou altijd van een lichte concealer, daarom ben ik gegaan voor light. Nou, laten we hem proberen. Dit heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb voor de rest nog helemaal niks gebruikt. En er staat op dat je een volledige dekking moet hebben. Dat vind ik wel belangrijk. Ook weer zo'n hele mooie chique verpakking. Ze lijken een beetje op elkaar qua verpakking. Ik vind de verpakking heel chic voor de best wel lage prijzen. Oké, gewoon zo'n beetje normale achtige concealer applicator. Wel een beetje zo schuin. Nou, laten we hem gewoon gaan aanbrengen. Oeh, hij ruikt echt naar concealer. Ik weet niet echt hoe ik het moet beschrijven. Ik moet wel zeggen, ik heb de kleuren echt goed gegokt. Bij de Kruidvat moet je maar een beetje doen op de gok. Want je kunt ze niet gebruiken. In verband met corona en zo. Maar ik heb het allemaal echt goed gegokt. Go Sarah. Oké, het bracht wel een beetje aan als een goedkope concealer. Ik weet niet of dit echt veel dekking gaat hebben. Oké, ik vind hem niet vreselijk slecht. Hij heeft het hier mooi verlicht. Maar het heeft absoluut geen volledige dekking. Dit is echt een medium dekking. Misschien dat als je hem een beetje opbouwt, dat het wel een volledige dekking krijgt. Ik ga gewoon even zo iets meer aanbrengen. Hij voelt heel licht aan. Het is ook een lichtgewicht concealer. Maar ik wil alsnog niet dat het dan minder dekking heeft. Dus laten we gewoon even opbouwen.
Oké, ja, hij is wel opbouwbaar. Dat is fijn. Ik zie nou wel echt dat er hier wat meer dekking zit. Oké, niet heel slecht. Ook een hele naturel finish. Hij lijkt echt heel veel op de foundation. En er staat dat hij crease-proof is. Dus dat hij niet gaat creasen hier. Ik heb werkelijk waar nog nooit in mijn leven een oprechte crease-proof concealer gevonden. Bij mij gaat het gewoon hier altijd creasen. Dat is voor mij gewoon heel normaal. En ik denk dat het nou ook niet heel anders gaat zijn. Ik vind dat mijn gezicht er heel mooi, naturel en heel gezond en stralend uitziet. Dat vind ik wel mooi. I like it. Kijk, het is hier al gewoon gaan creasen. Kijk. Dus ja, elke concealer creased op mijn oogjes. Oké, ik ga even snel afpoederen met mijn Elf Halo Glow Poeder. Ook heel even snel mijn neus contouren met dit Revolution paletje en dan de kleur hier. En dan mijn Max & More Action Fixing Spray. De beste fixing spray die er bestaat om je gezicht te hydrateren. Oké, nou ik vind dat mijn gezicht er echt heel mooi uitziet. Het enige wat ik minder vind is dat je hier een beetje mijn wallen kunt zien. Kijk, zie je hier die donkere kringen een beetje? Die zie je met andere concealers niet. Dus ik mis echt een beetje dekking van deze concealer. Nou ga ik snel even beginnen aan de ogen. Ik heb een nieuwe mascara. Ik heb geen oogschaduw helaas. Dit is de Flower Beauty Lash Warrior Mascara. Er staat op dat het je 150% meer volume geeft, 100% meer dikte en 88% meer lengte. Explosive volume en lengte. Door al die claims verwacht ik hier echt heel veel van. Ik heb wel echt de meest slechte korte wimpertjes ever, maar we gaan kijken wat hij doet. Als hij goed werkt op slechte wimpers als die van mij, dan werkt hij goed op iedereen. Wauw, hij is groen. Ik dacht dat hij zwart was. Wauw, ik vind de verpakking ook weer echt top notch. Ik kijk ook even dat ombre effect hier. Dat vind ik wel echt heel mooi. De verpakkingen, echt niks over te klagen. Super duper mooi. Kijken. Oeh, een beetje een aparte borstel. Hij is een beetje zo dikkig en als een bananenshape, zeg maar. Hij is zo gebogen. Ik ga wel eerst even mijn wimpers krullen, want anders is het echt gewoon letterlijk niet te zien. Weet je wat ik zo vervelend vind aan mijn super annoying wimpers? Is dat ze wel omhoog gaan als je ze krult, maar ze echt weer binnen een minuut omlaag vallen. Zo annoying. Als ze nou gewoon omhoog bleven staan, dan had ik er nog wat aan gehad. Oké, laten we de mascara proberen. Ik heb hoge verwachting nou. Nou jongens, I love it. Hij heeft echt niet teleurgesteld. Hij pakt mijn wimpers echt zo heel goed vast en trekt ze helemaal zo omhoog. Dat is altijd wat ik een beetje zoek in een mascara. Hij geeft inderdaad echt volume. Ik weet, ik heb echt super crappy wimpers. Maar dat je ze zo goed kunt zien is niet iets wat normaal is. Dus ik vind hem echt heel fijn. Echt lekker veel volume en het maakt helemaal niet klonterig of zo. I love it. Super fijne mascara. Ook echt gewoon heel fijn en makkelijk om mee te werken. Ik ga het gewoon zo houden. We houden het lekker naturel vandaag. Dan ga ik weer beginnen aan mijn gezicht. Ik heb hier een bronzer. Dit is de Flower Beauty Heatwave Luminous Bronzer. In de kleur Sunswept M1. Oké, dit is dus een mooie glanzende bronzer. Ik hou nooit zo van glanzend. Ik hou meer van matte bronzers. En je hebt hem letterlijk in slechts 2 kleuren. En dit is de donkerste kleur. Dus oh my god. Dus als je een donkerdere huidskleur hebt dan ik, gaat het al niet werken voor jou. Ik vind hem er wel heel mooi uitzien. Maar ja, dat er maar 2 kleuren zijn vind ik wel weer echt crappy. Want ook dit is wel echt een beetje een lichte kleur. Ook gewoon voor mijn huidskleur. Terwijl ik ben niet zo heel donker of zo. Nou ja, laten we hem gewoon gaan proberen. Ik hou altijd wel van een beetje een heftige bronzer. Ik denk niet dat dit heel heftig gaat worden. Ik denk dat dit een beetje naturel is. Deze hele lijn is ook niet echt gericht op de heftige full glam looks of zo. Het is een beetje gericht op de meer naturel daagjes. Ja, hele mooie, warme, inderdaad naturel bronzer. Maar ik vind hem wel heel mooi. Hij heeft niet heel veel glans. Ik zie wel een beetje de glans. Maar het is niet heel heftig of zo. Daar ben ik wel blij mee. Want als ik iets haat, is het een overdreven glanzende bronzer. Maar dit heeft zo de perfect amount glans erin. Ik vind hem heel mooi. Ik vind deze look helemaal mooi. Zo mooi naturel. I love it. Dan heb ik hier ook een hele mooie roze blush. Dit is de Flower Beauty Flower Pots Blush in de kleur Wild Rose. Dit is echt een fel roze matte blush. Ik hou van roze blushes. Sinds een aantal maanden ben ik echt obsessief met van dit soort fel roze kleurtjes. Dus ik ben benieuwd. Hij ziet er wel echt prachtig uit. Kijk even hoe mooi die bloemenprint erin. Nou, we gaan lekker veel aanbrengen. Want ik hou van een heftige blush. Ik hou gewoon van alles heftig. Oeh, mooi roze.
Mensen, ik had vandaag zo geen zin om een video te maken. Ik heb me echt moeten forceren om uit bed te gaan. Maar nu ik er zo helemaal in zit, vind ik het weer heel leuk. Ik heb dat echt zo vaak dat ik gewoon iets niet wil doen. Kan echt van alles zijn. En dan wanneer ik het doe, vind ik het weer heel leuk en zo. Maar gewoon dat beginstuk om echt op te staan en het te gaan doen, wil ik gewoon vaak niet doen. Wie heeft het ook? Of ben ik alleen in dit? De blush is heel mooi. Hij blendt alleen niet heel lekker mee. Dat is wel jammer. Ik moet wel echt hard en agressief blenden. Maar de kleur vind ik wel heel mooi. Drew is nou onderhand ook al wel een iets oudere vrouw. Dus de collectie is ook echt een beetje gericht op de iets oudere huid. En dat merk ik ook echt. Want alles is heel naturel. Lichte dekking. Niet creasend en zo. Oké, ik heb echt way too much blush aangebracht. What the F. Ik vind hem wel heel mooi. Hij had alleen wel iets beter mee kunnen blenden. Maar voor de prijs, het is oké. Heb ik een highlighter? Ik heb geen highlighter. Gaan we het gewoon mat houden dan, jongens? Ik ga mijn gezicht gewoon mat houden. Maar ik moet wel echt even een glow aanbrengen op mijn neus en in de binnenste ooghoek. Ik gebruik deze van Catrice. Iedereen denkt altijd dat de bloem hier een spinnetje is. Oké, en dan als laatste nog lipstick. Dit is de Flower Beauty Perfect Pout Lipstick in de kleur Orchid of zoiets. I don't know. Volgens mij is dat een bloem. Een orchidee of zo? I'm not sure. Het is een hele mooie roze kleur, zoals je kunt zien. Het is niet een lichte roze kleur. Het is een beetje een donkerdere kleur roze of zo. Ziet er wel heel mooi uit. Oeh, I love it. Ik had zo'n kleur gezien bij iemand. Ik weet begot niet meer bij wie. Ik denk gewoon op Instagram of zo. En ik vond dit zo mooi. Dit is echt een kleur die ik echt nooit zou pakken. Maar ik dacht, laat me het gewoon proberen. Het is een hele glanzende lipstick. Ik heb nou een balmpje op mijn lippen. Even eraf halen. Ik ga hem combineren met deze felroze lippot loodje van MAC Cosmetics. In de kleur Talking a Point. Die vond ik wel mooi matchen met de lipstick. I love it. Kijk hoe fel roze. Hij is wel super glanzend, maar hij heeft wel echt heel veel pigment. Ik heb hele droge lippen, dus ik vind het wel fijn als iets zo lekker creamy aanvoelt. Het staat ook echt prachtig met een fel roze blush. Ik vind dat de look van vandaag echt heel mooi is geworden. Even kijken. Ik ga in met een glanzende setting spray. Mijn hele ding viel bijna om. Ik ga in met deze setting spray van YouStar. Die is echt heel mooi glanzend. Nou mensen, deze collectie krijgt echt een dikke duim omhoog van mij. Ik had niet verwacht dat ik het zo'n fijne collectie zou gaan vinden als dat ik vind nu. Ik zal eventjes vliegvlug nog vertellen wat ik nou uiteindelijk van alles vind. Deze foundation super super fijn. Vooral als je een normale of droge huid hebt. Het laat je gezicht echt weer gewoon helemaal sprankelen. I love it. De concealer vind ik niet zo, omdat hij gewoon echt niet genoeg dekking heeft. De lipstick vind ik heel mooi. Heel veel pigment. Super mooi glanzend. I love it. De bronzer vind ik ook mooi. Ook die laat mijn gezicht een beetje sprankelen. Heeft een hele lichte glans. Maar is nog wel heel mooi warm. De mascara ook super fijn. Geeft echt lekker veel volume. Zonder klonterig te worden. I love it. En de blush vind ik een beetje een moi. Hij moet wel iets beter blenden. Maar al met al, als je er een beetje effort in zet, wordt hij wel gewoon heel mooi. Eigenlijk het enige wat ik echt absoluut niet aanraad is de concealer. Voor de rest vond ik alles wel gewoon fijn. Let me know wat jij van deze uber natuurlijk look vindt. Dit zijn jullie echt absoluut niet gewend van mij. Maar altijd als een collectie is gericht op naturel, wil ik ook echt gewoon een naturel look maken. Want als je dan helemaal aan de gang gaat met een full glam look, wordt het gewoon vaak niet zo mooi. Want daar is het gewoon niet voor bedoeld. Ik zie deze collectie ook echt zeer zeker goed werken voor de iets oudere huid. Dus ik raad de collectie echt zeker aan. Super mooie make-up voor goede betaalbare prijzen. Let me know wat jij van de collectie vindt. Van deze hele video, van deze make-up look. Wat is jouw mening? Heb je ook al iets van de collectie getest? Of is het voor jou ook nog helemaal nieuw als dat het voor mij was? Ik zou echt zeggen, ren naar de kruidvat en sla het in. Toen ik er was, was het ook 1 plus 1 gratis. Dus ik weet niet of dat nu nog is, maar ja, ik zou zeker even gaan kijken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!